gaan beginnen met proef 24, klasse L1, Tessa Otternoff met Miss Blondie. En dit is 18 april, tweede dag van de paascompetitie. En de jury is vandaag W. Sies. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wat erachter vermeld staat niet heel makkelijk kan lezen. Dus ik ga mijn best doen. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. Je krijgt een 6,5 voor. Er staat hals iets verbogen bij wending. Mag rechter op de AC-lijn, denk ik dat er staat. C rechterhand, 6,5. B volte 12 tot 15 meter, 6,5. Pony moet meer spoor volgen van voorbeen. Oké. A afwenden na enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen. 6, er staat aanleuning, impuls en balans. Duikt op de voorhand. Dus hier gaat ze afwenden en dan zou ze op de voorhand duiken. Wellicht, ik kan het niet zien. MXK van hand veranderen, enkele passen draf verruinen. Hier krijgt ze een dikke 8 voor. Mooi teruggereden. Oh, dat is wel goed nieuws voor Tess. Gisteren in de vorige proef was dat wat minder te zien. En het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je begint, middenstuk en eindigt. En zo, en dan nu terug. Ja. A afwenden, enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken. 6,5, iets minder stelling, zie 4. En dan hadden we dus duikt op de voorhand. Daarna krijgen we E. Volte. Krijgt ze een 6 voor. Hier staat. Ja, gaat iets te diep, denk ik. Ik denk dat dat er staat, maar dat weet ik niet heel zeker. Dat hopen we dan. Tussen A en F overgang arbeidsstap. Hier krijgt ze zelfs een 7,5 voor. En er staat zelfs bij mooie overgang. Dus dat is leuk. Tussen A en F gaat ze over in stap. En dat is dus een goede overgang. Hier. Heel rustig, mooi. F even hand veranderen, enkele passen, stap verruimen, een 7. Er staat schoudervrijheid, het tonen van verschil ten opzichte van de arbeidsstaf. Mag iets actiever, stap mooi over. Dus het is ietsje te sloom. Tenminste, niet actief, niet sloom, maar niet actief. Tussen E en H overgang arbeidsdraf, een 6. Kwaliteit van de overgang. Voorwaartser aandraven. Dan tussen C en M arbeidsgelop rechts. Daar krijgt ze een 6,5. Er staat verder niks bij. En dan krijgen we BEW grote volte, 7,5. Stond bij de vorige nog iets meer verdelen. Nou heeft ze ook wel erg haar best gedaan om alles terug te kijken en opnieuw te bekijken. Tussen E en B enkele sprongen verruimen, 6,5. Mag meer verruimen. Dus F en A overgang arbeidsdrap, 6,5. En dan probeer in balans te blijven, staat er denk ik. KXM van hand veranderen, 7. Netjes, uitroepteken. Oh, daarbij het paard de hals laten strekken. Nou, Blondie is daar niet zo goed in, dus dat ze daar dan een 7 voor krijgt is niet verkeerd. Dus MSC teugels op maat, 6,5. Iets stiller in de aanleuning blijven. Tussen C en H arbeidsgalop links aanspringen. Je krijgt een 6 voor en verder geen opmerkingen. EBE grote volte, 7,5. Verder geen opmerkingen. Tussen B en E enkele sprongen verruimen, 6,5. Ja, ik denk dat ze daar nog meer moet leren om vooral aan te springen en terug te komen. EK overgang arbeidsdraf, 6,5. Kan vloeiender. A afwenden, daarna arbeidsstap, 6. Naast de AC-lijn slingerend. X en G halt houden groeten, 6. Probeer overgang halt meer voor te bereiden. Jazeker. Gangen 6,5 en dan staat ruimte onderstreept. Impuls een 7, rechtgerichtheid een 7. Harmonie een 7 en er staat achter prima. Houding en zit 6,5, met name in galop. Viel bij verruiming. Oh, gehoorzaamheid van de hulpen, met name in galop, viel bij verruiming. Nou, die kan ik dan niet helemaal rijmen. Een mooie combinatie. Probeer voltes en wijken waakzaam te blijven. Dat je pony niet overbuigt, te diep gaat. Jammer van de verruiming. Succes. 199 punten.